Ik denk dat kunstmatige intelligentie vandaag de dag wel in staat is om op onze eerdere rijervaringen met de EQS, met de EQS SUV en de EQE sedan, in staat is om een heel aardige rijimpressie bij elkaar te verzinnen van deze EQE SUV. Maar goed, elke auto heeft natuurlijk toch weer zijn eigen eigenaardigheden. En om eerlijk te zijn, het leven hier aan de Portugese kust is niet zo vervelend. Dus we zijn toch maar in het vliegtuig gekropen om dynamisch kennis te maken met de EQE SUV. Dynamisch zeg ik, want we hebben eerder al een paar maanden geleden een statische video met deze auto opgenomen, waarin we echt tot in detail gaan van alle ins en outs. Dus het statische gedeelte houden we vandaag kort. Gaan we er even een vogelvlucht doorheen. Dan stappen we snel in. Dan gaan we hier op de mooie kustwegen rondom Ericeira eens kijken wat deze interessante nieuwe toevoeging aan de elektrische automarkt allemaal in zich heeft. Nou ja, om mee te beginnen, de prijs. Misschien wel het belangrijkste voor velen. Het is een Mercedes-Benz en er hoort een premiumprijs bij. Dus reken op, laten we zeggen, een startbedrag van 90.000 euro. Hele klap geld. Maar ja, dat hoort er nou eenmaal bij in dit segment. Het is een auto met een wielbasis van iets meer dan 3 meter. Daarmee is het dus een forse jongen. Het is wel een wielbasis die bijna 10 centimeter korter is dan die van de EQE sedan. En dat is natuurlijk ja, een beetje gedaan om afstand te bewaren tot de EQS SUV. Die olifant waar we een paar maanden geleden in Amerika mee hebben gereden. En ze zeggen, ze hebben het gedaan om hem een beetje een gedrongen SUV uiterlijk te geven. Dus als je hier 10 centimeter wielbasis bij doet, dan wordt hij te veel lang gerekt. Dan wordt het te veel een MPV, minibusje. Minibusjes zijn niet cool. Willen mensen niet. Mensen willen een SUV hebben. Dus nou, dan krijgen we dit. Wat wil je in een SUV dan natuurlijk wel hebben? Een beetje praktisch comfort. Wat krijg je? Een beetje, zeg ik nadrukkelijk. Het is voor een auto die zo groot is ook weer niet een immense bagageruimte. Hieronder wel zo'n nuttig opbergvak voor al je laadkabels en alle dingen die erbij horen. Nou ja, laten we zeggen, de auto's van Tesla hebben nog ietsje meer bergruimte en iets grotere vakjes. Maar het kan ermee door. Achterbankleuning die kun je verstellen in twee standen om iets meer bagageruimte in te ruilen voor iets minder zitcomfort van de passagiers. Wat je natuurlijk wel mooi krijgt, het is een auto die ook door skiers wordt gekocht. Dus het middelste gedeelte van de achterbank kan separaat plat, zodat je met z'n vier onderweg kan met de lange latten erbij. Niet onbelangrijk, denk ik, in dit segment. Maar het is qua afmeting verder redelijk doorsnee. Zo, en zo is het leven achter in de EQE SUV. Daar kunnen we vrij kort over zijn. Je ziet het, ik ben 1,82 meter. Hoofdruimte heb ik genoeg en dat hebben ze best wel slim gedaan. De achterbank die staat een beetje naar achteren gekanteld. Dus daardoor kun je met je kont diep zitten en is er redelijk wat hoofdruimte. Maar de bank loopt wel omhoog, zodat je steun aan je onderbenen krijgt. Ondanks dat het, wat je echt duidelijk kunt zien, een zeer korte achterbank is. En ja, ze hebben gezegd, we hebben een beetje gekeken naar de gemiddelde persoon die in zo'n auto als dit op de achterbank zit. En dat zijn toch vaak jongere, kleinere mensen. En als we dan die leuning te lang maken, dan zit die niet lekker, dan zit die met de beentjes gestrekt. Dus hebben we voor deze oplossing gekozen dat iedereen een soort van oké zit. Wat valt nog meer op? Ja, voor een auto van die start bij 90.000 euro met wat opties 100 is. En als je kiest voor een dikkere versie, die zit alweer op 120.000 euro en nog meer. En dan komt er daar ook nog een nog dikkere AMG en die gaat al een heel eind richting de 160.000 euro of daaroverheen zelfs. Als je dan kijkt een beetje naar de kwaliteitsbeleving achterin, het is niet zo heel moeilijk om toch wel echt serieus harde grote oppervlakte aan vrij goedkoop plastic te vinden. En dat is toch wel een beetje het thema van die hele EQE-familie tot nu toe. Je ziet, het is een elektrische auto. Het kost veel geld om die te ontwikkelen. De marges zijn wat kleiner dan ze bij Mercedes-Benz zijn gewend en dus proberen ze toch wel duidelijk te beknibbelen in de kosten waar mogelijk. Ja, of het acceptabel is, dat is natuurlijk altijd een beetje moeilijk om te zeggen. Ik zou bijna willen zeggen, de interieurs van elektrische Audi's staan misschien toch nog een half treetje boven. Maar als je het vergelijkt met een Tesla, ja, dan is het natuurlijk alweer aanzienlijk fraaier allemaal. Oké, als we dan naar voren verkassen, wat valt dan op? Ja, eigenlijk moet ik om mee te beginnen toch wel even doorgaan met het verhaal wat ik achterin ook al aan het ophangen was. Voor een auto in deze prijskategorie, het ziet er allemaal prachtig uit en op detailniveau heb je hele mooie materialen en zeer smaakvolle kleurstellingen en vormgeving en zo. Maar als je ietsje wat dieper gaat graven, zie je toch ook dat hier de materialen er wel mooi uitzien, maar dat het allemaal toch
ja, niet zo rock solid in elkaar zit als je misschien in dit segment zou verwachten. En dan zeker bijvoorbeeld zo'n handgreep die je toch vaak vastgrijpt. Er is makkelijk bewegingen te krijgen, pianolak plastic wat kraakt als je er tegenaan drukt. Misschien heeft het te maken met het feit dat de auto in Amerika wordt gebouwd. In Alabama, naast de EQS SUV, zijn grote broer. Dus voor de rest wel hele fijne stoelen, fijne zitpositie. Je zit heel laag in de auto, als je dat wil. Maar er is ook ruimte om de stoel natuurlijk flink omhoog te krikken. En dat is eigenlijk een aanrader. Want je ziet het eigenlijk al heel, denk ik, goed vanuit dit perspectief. Deze A-stijl is misschien wel de dikste die ik ooit in een auto heb gezien. En die zit echt pal voor je zicht naar voren. Het zicht rondom in deze auto is echt deplorabel. In ieder geval schuin naar voren. Hier kunnen gewoon hele autobussen in verdwijnen. Nou, het zicht op de buitenwereld in wat meer overdrachtelijke zin is wel heel goed. Helaas is deze auto niet uitgerust met het enorme hyperscreen, wat je natuurlijk altijd op de persfoto's en de persfilmpjes ziet. Dat mooie flatscreen met de geïntegreerde schermpjes. Het is een optie en die is alleen maar op duurdere modellen te krijgen en die is peperduur. Maar goed, ook in deze versie krijg je wel digitaal dashboard. En de nieuwste versie van het MBUX infotainment systeem. En dat is gewoon heel erg goed. Niet alleen qua interface, qua vormgeving, qua rekensnelheid, qua bedieningsgemak, qua spraaksturing. Maar ook de integratie van het hele elektrische rijden is echt heel goed. Dat heeft Mercedes goed voor elkaar. Het ontzorgen van elektrisch rijden, dat doen ze bij Tesla het beste. Maar Mercedes-Benz komt wat mij betreft op plaats 2. En dat is helemaal niet verkeerd. Dus dat is in ieder geval waar je euro's naartoe gaan. Niet per se materiaalgebruik, maar de luxe van de Mercedes-Benz zit hem in andere dingen. Zeker ook qua rijden, dat gaan we nu dus uitvinden. Zo, onderweg in de EQE 350 4MATIC. Basisprijs net geen 100.000 euro, zoals je er hierbij rijdt. Als ik een gokje mag wagen, eurotje of 120.000 euro, zitten nogal wat opties op. Wat krijgen we voor ons geld? 292 pk, dat heeft de 350 Plus, dus de achterwiel aangedreven versie ook. Maar deze heeft wel twee motoren, eentje voor, eentje achter, waardoor het koppel wel hoger is. Meer dan 700 Nm in dit geval, nou, dat lijkt me ruim voldoende. Wel ruim voldoende, hè. We hebben het hier dus ook wel over een auto van richting de 2,5 ton leeg. Dat hoort nou eenmaal bij dit platform. En zeker als je dus nog wat opties erop gaat strepen, zoals achterwielbesturing en luchtvering en een glazen dak. Glazen dak. Goed idee, een beetje licht in de tent. Als je dat allemaal gaat strepen, dan loopt het gewicht behoorlijk op. En dan heb je aan al dat vermogen wel, daar heb je dan wel wat aan. Goed, met 292 pk is het op zich wel voldoende. Ja, dat de vierwielaandrijver dan evenveel vermogen heeft, dat is simpel omdat het vermogen wordt afgeregeld. Hij zou in principe misschien nog wel meer vermogen kunnen ontwikkelen. Maar hij wordt kunstmatig afstand gehouden tot de EQE 500 met 408 pk. Verder wel technisch dezelfde layout. En dan heb je natuurlijk ook nog de AMG versies. Maar daar komen we op een later moment wel een keer op terug als we die ook kunnen rijden. 292 pk, dus meer dan 700 Nm, meer dan 120.000 euro. En welke eigenaardigheden kunnen we dan ontdekken die artificial intelligence niet had kunnen verzinnen aan de hand van onze eerdere kennismaking met dit platform? Nou, om te beginnen moeten we niet vergeten dat Mercedes-Benz dit platform wel continu doorontwikkelen. Het begon met de EQS, dat super gestroomlijnde Z-pilding wat een enorme actieradius heeft. Maar toch zie je heel vaak dat de ontwikkelingscyclus van een elektrische auto tegenwoordig te kort is voor een fabrikant om alles in één keer goed te krijgen. Dus wat zien we bijvoorbeeld op deze machine? Nieuw, een warmtepomp. Dat is iets wat bij de eerste versies werd overgeslagen. En op de tweede plaats een ontkoppelaar van de voorste motor. Dus er zit een koppeling die ervoor zorgt dat als je de voorste motor niet nodig hebt, dat die los wordt gekoppeld, waardoor je niet de wrijvingsverliezen van de transmissie en van de interne wrijving van de elektromotor hebt. Waarom nu pas? Ik denk dat het er mede mee te maken heeft dat dat maatregelen zijn die eigenlijk alleen in praktisch gebruik naar buiten komen. Op de WLTP-meetcyclus, dan rijdt een auto een specifiek profiel. En er is de temperatuur 23 graden en daardoor heb je dus niet zoveel winst te behalen bij zo'n disconnector en bij een warmtepomp die vooral efficiënt is bij hele lage temperaturen. Dus dan heb je de WLTP van zo'n EQS is dan al goed en dan later ga je je klanten verblijden met maatregelen die de auto in het dagelijks gebruik daadwerkelijk efficiënter maken. Nou, en dat hebben ze dus bij deze EQE gedaan.
En alle auto's die straks lifecycle updates krijgen, dus ook de EQS, EQE en alle andere auto's op dat platform, krijgen dezelfde techniek ook. Dus die worden gaandeweg ook beter. Van de EQE SUV zit de actieradius tussen de, laten we zeggen, 420 km voor de AMG. En dat ligt dan natuurlijk vooral aan grotere motoren en vooral hele grote banden, sportbanden, brede banden. Met een laag profiel, ja, die hebben nou eenmaal meer wrijving en meer luchtweerstand en daardoor gaat het verbruik omhoog. En de achterwielaandrijver met de kleinste wieltjes en zonder allerlei opties, die doet bijna 600 km actieradius. En dat is natuurlijk gewoon heel netjes. Haalt hij dus uit een accupakket dat iets groter is, fractioneel dan 90 kWh, snel laden met 170 kW. En onze ervaringen tot op heden met het platform zijn dat dat vrij stabiel wordt gehaald, dat hij die piek lang doortrekt en daarna afbouwt. Dus een hoog gemiddelde tussen 10% en 80%. Meestal ben je met een half uurtje wel weer onderweg. Het is allemaal niet grensverleggend, maar het is wel, gezien de prijs die Mercedes-Benz vraagt voor de auto's en het redelijke prestaties. Daarbij helpt het dus ook dat, zoals ik al eerder zei, het hele elektrisch rijden heel erg goed in de infotainment is geïntegreerd. Dus je kunt de accu tijdig opwarmen. Je kunt hem ook automatisch laten opwarmen. Als jij een routeplanner inplant, dan gaat hij dus tussenstops bij je snelladers inplannen. En dan weet hij, oké, over 20 minuten komt mijn snellader aan. Dan moet de temperatuur van de accu zo zijn om maximaal te kunnen snelladen. Regelt hij allemaal vanzelf, hoef je niet aan te denken. En nu dus ook met een warmtepomp, waardoor dat allemaal nog net ietsje efficiënter gaat. Nou, afijn. Tot zover zijn we er. Waarom zou je überhaupt voor een Mercedes kiezen in dit segment, zoveel geld stuk slaan op een elektrische SUV die, ja, vanwege de aerodynamische eisen dus A, niet zo heel fraai is en B, redelijk beroerd overzicht heeft. Ja, dat is nou eenmaal als je een auto ontwerpt met een I-vorm die geruisloos en makkelijk door de lucht klieft. Nou ja, ik zeg het al, geruisloos. Een van de allergrootste key competenties van Mercedes-Benz is altijd aerodynamica geweest. Ja, je zou het bijna vergeten, maar zelfs vroeger, heel vroeger, waren de mensen van Mercedes-Benz al heel goed in het maken van aerodynamisch gevormde auto's. Dat is nu een competentie die heel fijn is om auto's met een grote actieradius te maken, maar niet alleen dat. Ook het akoestisch comfort komt dat heel erg ten goede, omdat je de wind om de auto heen moet leiden, zodat die niet aan dingen gaat trekken, zodat je draaikolkjes krijgt die geruis maken. En dat merk je dus in deze EQE, dat merkten we ook al in de andere auto's van het platform. Super stil. Het enige wat je een beetje hoort zijn de banden. Zeker omdat het wegdek nu nat is. Het heeft net even geregend. Maar dat zijn de dingen die lange afstandsreizen in de praktijk zoveel draaglijker maken. Een super stil interieur. Geen windgeruis, weinig afrolgeluiden. En er is zelfs, zo hebben ze ons verteld en laten zien, heel veel aandacht uitgegaan naar de manier waarop regenwater wordt afgevoerd langs de auto door allerlei geultjes, gootjes en luchtstromen om zelfs in een, onder natte omstandigheden het geluidsniveau zo laag mogelijk te houden. Wat je ook natuurlijk heel belangrijk daarbij is ja, het onderstel. Ook een van de dingen waar Mercedes-Benz altijd heel goed in is geweest, met name in comfort natuurlijk. Nu rijden we met de optionele luchtvering en de optionele vierwielbesturing. En ik moet zeggen, daarvan is de afstelling uitgesproken comfortabel. Er is geen enkele sportieve aspiratie. Dat is natuurlijk iets wat ze bewaren voor de AMG's, zoals ik al eerder zei. Het is zelfs zodanig dat het eigenlijk een beetje zelfs aan de weekkant begint te geraken. Een auto waarbij je al snel zegt van, weet je wat, ik ga gewoon in de sportstand rijden. Daarin is de variabele demping ietsje stugger, waardoor er toch net wat meer, vooral van achteren, wat minder beweging in de auto zit, wat eigenlijk prettiger is. Zeker, laten we zeggen, het wegdek in Nederland is vaak zo goed aangelegd dat je toch niet echt de zachtheid van echt een week onderstel nodig hebt om lekker comfortabel te kunnen rijden. Maar dan nog, samen ook met de vierwielbesturing, die heeft natuurlijk van die hele brede banden om het gewicht te dragen. En dat zorgt ervoor dat, het is op zich wel goed, maar het is ook weer niet iets wat je moet hebben. Ik heb eerder vandaag een blokje omgereden met een EQS 350 achterwielaandrijving met het conventionele onderstel, gewoon schroefveren, zonder vierwielbesturing. En die vond ik eerlijk gezegd gewoon fijner. Ja, oké, de veerwegen zijn wat korter. En over het echt korte werk is hij natuurlijk net ietsje stoteriger, omdat je niet de luchtvering hebt die dat mooi kan opvangen.
Maar gewoon het algehele natuurlijke gevoel in de besturing beviel mij veel beter. Je hebt ook natuurlijk niet de superkorte draaicirkel die heel fijn is bij parkeren van de tegensturende achterwielen. Maar ja, dat zijn dan hele kleine offers. Zelfs met het conventionele onderstel merk je niet echt dat je met, laten we zeggen, 2,5 ton aan auto onderweg bent. En dat zijn dus de dingen waar een merk als Mercedes zich onderscheidt van nieuwkomers zoals, laten we zeggen, de Tesla of een NIO. Die maken natuurlijk hele goede infotainment systemen en die maken hele goede elektrotechniek. Maar puur qua rijden, qua onderstel en qua akoestisch comfort is dit nog steeds another level. Of je er dan meteen zoveel geld voor over moet hebben, ja, dat is natuurlijk een andere vraag. Maar dat mag ieder voor zichzelf bepalen. Het is wel zo, hij is gewoon in alles herkenbaar als een Mercedes-Benz. En dat betekent dus uitblinken op detailniveau in de kleine dingetjes die het leven op de weg in het dagelijks leven gewoon net wat beetje aangenamer maken. En dat is niet onbelangrijk. Ja, kijken we dan naar het verbruik wat we tot nu toe halen. Het is buiten een graadje of 18 en dan zitten we vanaf de start aan 21,5 kilowattuur op 100 kilometer op nat wegdek. Nou ja, en wat zegt ons dat? Een vlugge rekensom. 90 gedeeld door iets meer dan 20. Nou ja, dan zit je dus toch op een realistische actieradius van tussen de 400 en de 450 kilometer. Ja, en daar kun je wel mee thuiskomen, zeg maar. Letterlijk. Zijn er dan ook nog dingen die niet bevallen? Uiteraard de dingen die wat mij betreft zo snel mogelijk door mogen ontwikkeld worden door Mercedes-Benz. Ja, om mee te beginnen, het stuur. Het heeft van die aanraakvlakjes, zoals bijvoorbeeld ook diverse Volkswagens die hebben. In principe het hele infotainment systeem, zoals we daar straks al vertelden, is heel prettig. En ook de logica tussen wat je hier ziet en wat je daar ziet en hoe je het aanstuurt. Heel erg begrijpelijk, makkelijke vlakke menustructuren, goede stembediening. Maar als je dus wel dingen op het stuur wil bedienen, dan zitten er van die aanraakvlakjes en er zit al haptisch feedback in. Alleen het is toch net niet hetzelfde als gewoon knoppen die je blindelings kunt bedienen. En dat is, als je aan het rijden bent en door menus heen moet scrollen, toch wel fijn. Je krijgt net niet de feedback die je wil. En dat moet beter, dat was al zo en dat is nog steeds zo. Hetzelfde geldt voor de rempedaal. Dat is bij deze auto's allemaal een beetje vreemd. Het heeft een enorme lange slag en afhankelijk van de mate van remenergieregeneratie, die kun je natuurlijk instellen van one pedal driving, zoals dit, als ik het vermogen loslaat, tot als ik met de flippertjes de minimale stand inschakel, dan no recuperation staat er dan in het dashboard en dan rol je min of meer eindeloos uit, kilometers als het moet. Maar het bizarre is dus dat je in de sterke regeneratiestand, dan zie je gewoon het rempedaal wordt dan fysiek naar de bodem van de auto getrokken om te regenereren. Dus dan is het niet zozeer dat die dat soort van ongemerkt doet, maar hij trekt echt voor jou, of hij doet echt op de rem. En daardoor heb je een heel erg kunstmatig gevoel in het rempedaal. Het rempedaal is dus niet altijd op dezelfde plaats, soms is het laag, soms is het hoog. En je kunt heel lastig inschatten wat het gewicht van de auto is als je het rempedaal intrapt. En als je dan een keer in de regen bergaf moet remmen, dan is het af en toe best wel even schrikken dat je ineens, oh ja, met 2,5 ton onderweg was. Maar dat was het verder ook wel. Oké, het rijden voelt dus wat kunstmatig aan, zeker met de optionele vierwielbesturing. En het stuurgevoel is natuurlijk volledig doods. Maar aan de andere kant, er is wel controle. Je kunt wel heel nauwkeurig de auto op de weg plaatsen en dat soort dingen. Als je geen zin hebt in zelf sturen, dan is er een zeer goede autopilot. Semi-zelfrijden, ja nee, dat is een verkeerde term. Die moet je niet gebruiken, want dat is het niet. Het is rijassistentie. Hij helpt, hij neemt de taak niet van je over. Maar je ziet, hij houdt zichzelf heel goed tussen de lijntjes. En oh, ik word nu al boos dat ik het stuur loslaat. Terecht, zeg ik nogmaals. Maar dat is ook binnen de industrie, vind ik, wel een van de betere systemen. Het is zo intuïtief om te gebruiken. Het is alert. Het kijkt goed naar wat er om de auto heen gebeurt. Alleen ja, je moet er natuurlijk wel weer een paar duizend euro voorbij betalen. Jammer.